Welkom bij de Paddock Iedereen, de Formule 1-podcast van Play Sports. We hebben twee grote prijzen gehad en ze hebben allebei niet echt teleurgesteld. Er was veel spektakel, op momenten tenminste toch, en er waren heel wat uh, inhaalduels te zien. Sam de Jonge zit weer bij mij. Sam, van vond jij ervan, van de eerste twee grote prijzen? Ben je tevreden met wat je al gezien hebt? Um, voor een stuk wel, ik denk dat het zeker iets spannender is geworden. Er zijn toch wel, wel meer gevechten geweest denk ik, uh, zonder dat er wagens elkaar niet meer kunnen volgen. Dus dat is iets beter, maar ik hoop toch wel met naar een aantal andere circuits te gaan, misschien klassiekere circuits, dat er toch nog wel meer kan gevochten worden en ook tussen meer wagens. Dus. Okay. We, 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 we hebben beetje. veel om over te praten zo meteen, ja. maar je hebt ook iemand meegepakt. Wie is het vandaag? Ja, klopt. Um, ja, hij zou mijn vader kunnen zijn, mijn broer kunnen zijn, lijkt toch een beetje op elkaar, maar uh, ik ben al, wel, al jaren fan van hem, sinds klein zijn van en uh, nog steeds. Uh, hij heeft eigenlijk alles gedaan richting Formule 1, hij heeft ook bewezen dat je een hele mooie carrière kan hebben als je de Formule 1 niet haalt uh, en vandaag de dag zit hij vaak over mij in de studio, dus welkom Mark Hosses. Dank u. Dag Mark. Dag. Dag Dennis. Voor de mensen die jou niet kennen, die ook niet naar uh, ja, onze omkadering kijken voor de Formule 1, wat perfect kan natuurlijk. Um, hoe dicht heb jij bij de Formule 1 gestaan? Dat is heel moeilijk uh, om op te antwoorden, Dennis. Want dat was destijds, vonden wij, heel dicht. Ik heb ooit uh, op een moment op de Nuremberg Ringen gestaan uh, met een contractvoorstel van Ligier destijds. Um, maar goed, er komt zoveel bij kijken. Het heeft. Uh, <laughs> Eén, langs de journalistieke kant uh, heeft het mij een beetje tegengezeten toen dat ze me eigenlijk uh, ja, een beetje met de rug tegen de muur hebben gezet. Uh, met een aantal vraagstellingen die dan terug naar de teambasis zijn gegaan. Dus dat is dan weer het politieke gedeelte achter de schermen bij de teams. En het draait natuurlijk altijd ook rond geld. Uh, moeten we niet verstoppen. Uh, en toen, in die periode, uh, ik moet zeggen, ik heb het geluk gehad in het begin van mijn carrière van de sigarettenmerken nog achter mij te hebben, wat toen... He, toen was ja. een, een Formule 1 wagen zonder een tabaksmerk op, was, was uh, not done. <laughs> um, dat is maf eigenlijk. Degenen die mij ondersteunde, die, die stonden op denk ik 65% van, van de helmen of, uh, en of auto's en racepakken. Dus het, het geld, ja, die stroom was er dan op een bepaald moment ook niet meer. En ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn dat in ons klein Belgenlandje uh, er toen weinige industriëlen waren of weinige bedrijven waren die de middelen hadden en wilde uitgeven in de Formule 1, dus ja. de, er zijn verschillende redenen voor, maar ja goed, ik heb de, de verschillende categorieën kunnen doorlopen destijds, zoals karting, Formule Ford, Formule 3, Formule 3000, wat het equivalent is van, van wat nu Formule 2 is. Uh, dus ja, al die, al die stappen heb ik gezet en om een idee te geven, ik heb uh, destijds acht jaar in de Formule 2 gezeten. Uh, of de toenmalige Formule ja. 2, zijn de Formule 3000 enerzijds, twee jaar in, uh, in Japan in de Formule Nippon. Um, gewoon om proberen te kunnen doorstoten, mm. maar, ja, jammer genoeg, omwille van de redenen die ik daarnet zei, is dat uh, niet gelukt. Is dat een frustratie bij jou of een gemis in jouw carrière dat je dat net niet gehaald hebt? Boah, is dat een gemis? Ik denk dat iedereen die, die in die positie zit van jongs af aan probeert om, om ja, dat uiteindelijke doel te halen, mm. de Formule 1. Als dat niet lukt, is dat een frustratie. Uh, zoals al zei bij de mooie intro, trouwens, waarvoor dank. Uh, is het ook wel zo dat als je probeert in de Formule 1 te komen, je haalt het niet, zijn er nog altijd wel andere manieren om de boterham te kunnen verdienen, zeg maar, via de hm. autosport? En ja, ik denk dat ik een van de, van de weinige Belgen ben die, die daarin gelukt zijn, van die generatie toch alleszins. Want we vergeten dat soms. het is... Formule 1 of niks. Het is overdreven gezegd, ik weet hmm. het, maar het is wel echt zo. De, de koningsklasse, iedereen kijkt daar vooral naar. En als je dan net niet gehaald hebt, dan wordt er zo'n klein beetje naar gekeken: van ja, carrière is toch niet compleet. Ja, klopt. En ik vroeger nog meer, want zoals Merk aangaf, hij heeft acht jaar geprobeerd in die kraamkamer om dan in de Formule 1 binnen te komen. Vandaag de dag gaan piloten veel sneller eigenlijk het alternatieve circuit letterlijk en figuurlijk kiezen, omdat ze ook weten dat ze met de budgetten die ze spenderen in de Formule 2 en zelfs in de Formule 3 Redelijk gemakkelijk een GT-zitje kunnen betalen. En misschien dan daar het potentieel hebben om fabriekspiloot te worden. En dus ook ooit betaald te worden. Dus vroeger en zelfs tijdens mijn carrière, toen ik zelf in de Formule 3 zat. was het echt wel: je, je gaat voor de Formule 1. Je gaat niet heel vroeg zeggen. Oh ja, ik ga toch al sidetracken naar GT-racing of naar iets anders. Je ging zo ver als je kon. En dan achteraf ging je met al die ervaring wel zien. dat je misschien nog ergens anders aan de bak ging kunnen. Maar wanneer weet je ook dat het niet gaat lukken? Wanneer weet je, oké. Okay. Ik moet mijn, mijn focus op iets anders leggen, want mm. ik ben er bijna, maar die stap zetten, het gaat niet lukken, het geld komt er niet, het zit er niet in. Maar ik denk, ik denk dat je dat heel snel voelt, hè. vooral financieel dan, want je, je kan jezelf in nesten werken ook natuurlijk. Hè. Je kan een hoop schulden ja. uh, creëren door, door contracten te tekenen, terwijl de sponsorgelden er niet zijn. Uh, maar ik wil het toch wel nog een beetje bijsturen, want, want uiteraard is het zo dat ze nu vroeger... Of op jongere leeftijd een andere piste kiezen. Hè. Dus een, een alternatief gaan kiezen van kampioenschap. Maar ik ben begonnen toen ik 15 was. Ik bedoel, ja, ja. nu de dag van vandaag zitten ze op hun 15 in de Formule 3. Ik bedoel, maar het is heel Het is, heel Jij bent, het het is begonnen ook begonnen toen je 15 was. Ja, ik, be okay. ik ben in principe beginnen rijden toen ik 14 was. Maar toen was er nog een minimumleeftijd in België. dat je pas mocht racen vanaf 16. Ja. En het jaar nadien, toen ik 15 was, werd die minimumleeftijd gezakt naar. of hebben ze toen laten zakken naar 14. Dus. V veel vroeger kon je niet. Mm. Ik bedoel, ik ben van dezelfde generatie bijvoorbeeld dan Michael Schumacher. We zijn van exact hetzelfde jaar. Hij is begonnen op zijn acht jaar. In Duitsland waren de reglementen gewoon helemaal anders. Dus zelfs op dat vlak hadden we in België een beetje een achterstand. En dan zie je ook dat ja, een generatie die 10, 12, misschien 15 jaar later kwam dan mij, die waren allemaal begonnen op een vier of een vijf jaar met karten. Dus, en dan spreek ik over de Alonsos van deze wereld. Dus ik, ik wil maar zeggen, vroeger begon ik eraan in de karting op mijn 15. Tegen dat ik de autosport inging was ik 2021. En inderdaad, nu hebben de jongens van 2021 een fabriekscontract ja, ja. bij de GT's. Ja, was Max Verstappen He, dus... was al vijf jaar Formule 1 piloot op zijn 21 ste Absoluut. Ja. He, dus ik wil maar <laughs> ja. zeggen, het is inderdaad zo dat er nu veel meer rijders zitten in die, mm. die poelen die proberen in sportscars, in GT's of in prototypes te rijden. Maar ze zijn er ook allemaal mm. veel vroeger aan begonnen. Ze hebben bij wijze van spreken al mm. meer jaren gereden op die leeftijd dan, dan wat ik ja. deed destijds. Dus. Dus het is helemaal veranderd. Ik denk niet dat je, dat je de situatie van toen kan vergelijken met nu. Hoe, laat, hoe oud was jij toen jij begonnen bent met, uh, met rijden? Bah, ik ben op mijn zeven begonnen met indoorkarten. Maar dan eigenlijk het echte racen leer je maar in outdoorkarting. En mijn ouders kenden dat totaal niet. Dus daar ben ik begonnen op mijn dertien, bijna veertien. En toen kwam ik in de generatie Van Doornen, de Van Toors, uh, uh, Felix da Costa, Frans, Dus een hele snelle lichting. Maar die waren toen al. Vier, vijf jaar in, vanaf de minis eigenlijk bezig met outdoorkaarten, dus ik was er ook redelijk laat. Dus die hadden al een voorsprong eigenlijk? Ja, ergens al een voorsprong. Um, maar ik denk wat Mark zegt: klopt, er is een verjonging, denk ik in algemeen in topsport. Hè. Een verjonging en ze willen natuurlijk teams en sponsoren die willen jonge mensen die kneedbaar zijn, die ze nog ergens kunnen manipuleren, naar hun hand zetten. En dat kan op die leeftijd, want sorry, wat weet je van de wereld? Je bent nog geen volwassene. En Ik vind dat ergens ook allemaal veel te extreem gegaan is. Max Verstappen heeft dat gemanaged, omdat hij nu eenmaal een uitzonderlijk talent is en gedrilld was door zijn vader. Maar niet iedereen kan ook tegen die mentale druk. Ja, als je dus... kijkt ook nu inderdaad, de Formule 1 grid. Het zijn bijna allemaal wel, echt superjonge gasten, onder de, rond de 24, die generatie of iets mm. jonger. Of dan de paar of oude oudere mannen die zo'n grote, ja, zo grote naam ja. zijn dat ze niet genegeerd kunnen worden. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, ja, daar kan je gewoon niet omheen. M maar bij hun was het net hetzelfde toen zij jonger waren. Ja. Die zaten ook in, in datzelfde bootje. Zeg. Ja. Maar ik bedoel, toen, in mijn periode toen we karting reden, ah, dan moest je eerst de eerste stappen zetten in de autosport. Laten zien hoe goed dat je was. Om bijvoorbeeld die tabaksgiganten, om die te overtuigen dat ze jou moesten binnenhalen. En dan kwamen ze scouten. Ik herinner mij nog toen uh, Rosberg en Hamilton karten. Uh, ik denk dat ze tien jaar waren of zoiets in de kleuren van AMG. Reden. Ja. Dus Mercedes zat er toen al mee achter om die jongens groot te brengen. Dus, en dat is nu bij die andere teams ook. Hè. Zelfs bij, bij de kleinere Formule 1 teams, of diegenen die minder middelen hebben, die gaan hun jonge piloten al, al zoeken ja. op, hun, op hun zeven en acht jaar in de kartsport. Ja, weet, weet je dan echt al of iemand talent heeft? Op zo'n jonge leeftijd? Kan je dan al zien. Oké, okay, daar moeten we ons achter zetten. 7 nee. of 8 jaar is toch super. Of, of geld. Of, of, geld er, of geld, kan ook. Ja. Maar ja. anderzijds weten ze ook van. Als het er nog niet helemaal is, als ze dan het verschil nog niet maken, mm. dan kunnen ze inderdaad die jonge rijers nog wel kneden. Mm. Oké. Okay. Um, ja. Formule 1 seizoen, we gaan het er even over hebben over wat er dit seizoen al gebeurd is. Ja, al gebeurd is, we hebben twee grote prijzen gehad. Maar we hebben wel al een paar uh, interessante duels gezien. Dat zagen we in Bahrein, Dat zagen we nu in Saudi-Arabië ook. We hebben er lang op moeten wachten, eigenlijk, um, voor we de echte duels hebben gekregen. Maar het was wel een heel leuk slot in Jeddah ja inderdaad ik denk die laatste tien rondes tussen Max Verstappen en Charles Leclerc waren heel mooi we zagen daar al een beetje een voorproefje van in Bahrein. en het heeft zich verder gezet hier het is altijd spijtig een beetje in de, bij de Formule 1 races en dat hebben ze in die zin niet erg kunnen verbeteren vind ik tot nu toe dat het tijdens het laatste deel van de race gebeurt hè. het grootste deel van de race is zeker op dit heel snelle circuit met amper in al mogelijkheden amper stukken waar je verschil kan maken een beetje een parade um, daar moet nog iets aan gebeuren, denk ik. Die harde band heeft er dan ook voor gezorgd dat ze die window hadden om dichtbij te kunnen volgen. En Max Verstappen zei het ook achteraf. En het was eigenlijk vooral de harde band waarbij je dicht kon volgen en niet echt die twee andere compounds. Dus het is een work in progress. Ze zijn denk ik in de juiste richting aan het gaan met de Formule 1. Maar er is toch nogal wat dat moet verbeteren. Maar het was wel leuk om te zien hoe daar, zeker die laatste tien ronden, was het ongeveer zeker, hoe daar. Toch wel ook tactisch gespeeld werd. Spelen met die DRS-zones, wanneer ja. ze iemand gingen laten passeren om dan weer in te halen. Ja, dat zijn dingen die we misschien vorige jaren niet meteen gezien zouden hebben. Nee, maar ik denk dat we hier ook in, in deze situatie. We hadden het eigenlijk over een stratencircuit. En Dan mag je niet vergeten dat de grip bouwt op, want er komt meer en meer rubber te liggen tijdens die wedstrijd. Dus de grip bouwt op naar het einde van de wedstrijd toe. Dus ja. ik had eigenlijk op voorhand al wel het vermoeden dat als er actie ging komen, want het verbaasde mij trouwens wat die twee Alpins deden uh, ja. in het de begin van de wedstrijd, Daar we het was, nog over dat was mooi om te zien, maar toen was het niet echt uh, tactisch goed gespeeld. Uh, maar ik denk in, in, de, in de twee strijd of drie strijd of zelfs met z'n vieren wat we verwacht hadden uh, voor de start van de wedstrijd. Ja, Dan dacht ik toch wel dat dat eerder op het einde van de wedstrijd ging gebeuren. Ja. Was die gele vlag nu cruciaal op het einde? Er is een gele vlag geweest in de eerste sector voor de laatste ronde. Heeft dat de kansen van Leclerc net wat verminderd? Misschien wel, maar klein ik, denk, beetje misschien. ik denk dat. Uh, kijk, we hebben het al een paar keer gezegd: hè, de, de snelheid van, van de Red Bull op zich. Zonder dat hij een DRS heeft, is gewoon supergoed. Ja. En als je dan Leclerc ziet die toch van die DRS kan gebruik maken en niet echt dichter kan komen. terwijl anderen gewoon rondom hem rijden. Uh, op het rechte stuk in DRS. Mm. dan denk ik dat Red Bull daar toch uh, nog altijd een streepje voor heeft. Het ja. is ja, toch bewijs dat die grote prijs van Bahrein. van vorige week. dat de conclusies die we daaruit getrokken hebben. dat we daar niet te veel waarde aan moeten hechten. Bij sommige, op sommige vlakken mm. wel natuurlijk. maar toen dachten we echt. ja, Ferrari, wauw. Steken er zo met nou, kop en schouders bovenuit. Maar zoals jij zegt, die pure snelheid van Red Bull, ja, die stond er wel dit weekend. Ja, en ik denk ook, bedoel, we zitten hier constant met voortschrijdend inzicht. Hè. Elke race opnieuw. Dus um, nieuwe wagens. Ook Bahrein he, heel zwaar qua circuit voor de banden. Dus een helemaal andere invloed op het wedstrijdverloop. En Dat gaan we waarschijnlijk door een seizoen nog krijgen bij andere circuits. Um, ik denk bij Ferrari, ze, ze zaten in een heel sterke positie, omdat ze met meer. Uh, downforce reden, dus die eerste sector ging heel goed. En Charles Leclerc bleef pushen zodat Merk uh, Mark, Mark Verstappen. Ik, <laughs> ik bent toch <laughs> <laughs> in de probleem geraakt, onkel. Zodat Merk Verstappen niet in die DRS-zone kon komen. Maar we wisten eigenlijk allemaal dat zij met een lager downforce pakket, als ze in die zone zouden geraken, zouden ze erover gaan. En dat is wat er uiteindelijk gebeurd is en kon Ferrari niks doen. Absoluut nee. Maar het was wel hard, maar ook ver, de duels, denk ik. Ja, hard. Ik denk dat uh, het, het vooral hard gespeeld werd. net voor die lijn van de ja. DRS-zone. Ik bedoel, de, de in en, en het verdedigingswerk was. bij wijze van spreken niet extreem hard. Er werd, nee. er werd ver gereced en, en uh, ze wapenen zich de een tegen de ander. Maar, uh, het ging vooral over die, die DRS-lijn voor die laatste bocht. Is dat de teams die dat ook mee ingeven? Of is dat puur de piloot zelf die dat moet inschatten nee, en beslissen? Ik, ik denk dat die piloten op dat moment. Uh, ja. de ene probeert slimmer te zijn dan de andere. En dat is gewoon. Dat is een gezonde rivaliteit, um, alleen ja, gisteren tijdens de uitzending hebben we het ook gezegd, ik vind het niet ongevaarlijk. Want stel je voor dat er nog een, stel je voor ze dubbelen net iemand en, en ze rijden voor een gedubbelde die zich er absoluut niet aan verwacht, ja, dat zou voor een, voor een gigantisch ongeval kunnen, ja. kunnen zorgen. Dus ik vond die DRS-lijn niet op de juiste plaats liggen. Maar ik denk dat ze daar vanuit de Formule 1 misschien ook wel een les uit leren naar de toekomst toe, want als die lijn aan de apex ligt van de bocht, voilà. dan heb je dat niet. En dan heb, maar dan, dan krijg moet je, kiezen, je misschien hè? weer terug, meer strijd op het einde van ja. het stuk. Dat zou wel kunnen. Oké, okay. ja. wordt maar, interessant. Het is ook wel de laatste keer dat we daar gereden hebben, zeker. Ja. Hè? Op de circuit, misschien. Misschien, misschien. hè? Het is nog ja. niet zeker, denk ik. Ja. 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 Normaal Blijk. gezien was het de laatste keer. Dat ja, blijkbaar zijn ze dan een heel groot complex uh, aan het werken en aan het bouwen En er mag absoluut niks meer zijn van, uh, van bouwwerf, hè, om het zomaar even te noemen. Ja. Uh, Vooral eer dat de wedstrijd uh, ja. mag gestart worden op het nieuwe circuit. Of dat nu afhankelijk is van het circuit of van de rest van de infrastructuur, daar zullen we nog moeten ja. afwachten. Ja, ik vraag me nu ook af: komt het misschien ook wel doordat die twee DRS-zones eigenlijk te kort achter elkaar volgen? Want misschien je wel. komt natuurlijk met een gigantisch snelheidsverschil uit de huidige DRS-zone naar het detectiepunt van de volgende DRS-zone. Dus dan krijg je bijna een gevaarlijke situatie. Want die, zoals Max Verstappen, die kwam achter Leclerc en die wilde inhouden, maar met zo'n snelheidsverschil dat je een gevaarlijke situatie creëert. Dus dat is toch iets waar ze naar moeten ja, kijken. Maar als je dan ziet, de eerste keer gaat hem er wel voorbij. Ja, dan weet hij dat hij met DRS terug voorbij gestoken ja. wordt op het rechte stuk. Dus de tweede keer wil hij er niet voorbij. Ja, en als je dan ziet hoe dat Leclerc even parkeert. Ja. En op het moment dat Verstappen dat ook doet, ja, gaat de andere terug lanceren. Heel slim gespeeld is. En, en je zag ook na afloop van de wedstrijd dat ze er allebei heel veel van aan gehad hebben. Ja. Het uh, was vorige week ook ja. zo, na Bahrein, het interview ja. uh, van Leclerc. Verstappen die kwam af. Okay, ja, Verstappen die was uitgevallen, maar die kwam nog wel langs om te zeggen. Dat was fun. <laughs> is dat effectief zo leuk als het, als het lijkt in jullie ogen als, uh, als rijders? Want die, ze hebben wel een geschiedenis, die twee ook, die niet altijd ja, even waarom, positief er, was in de lagere klasse. Er staat veel op spel en ze hebben al een geschiedenis. Maar ja, anderzijds zie, zie je nu ook beelden van Hamilton en Verstappen die elkaar gaan aanmoedigen en, en, en de fistbank gaan geven. Die, die, ja, ze, komen allemaal, ze hebben heel veel respect voor elkaar en dat is wel leuk om te zien. Ja, ik denk uiteindelijk in de Formule 1 en in de meeste sporten, als je alles hebt gegeven en je kan winnen of je wordt twee, dan is het eigenlijk goed genoeg. He? Dus um, als je maar alles kan en mag geven, en het is meer als er externe factoren in het spel komen die ervoor zorgen dat je niet kan winnen, dan ben je gefrustreerd. Maar als je alles eruit hebt gehaald, goed, dan is het de beste man die wint of de slimste man die wint. En gisteren was het Max Verstappen. Ja, duimpje omhoog, naar elkaar, na de race. Ik vond dat tof. Ja. Ik weet niet of dat dus, over tien grote prijzen nog altijd zo gaat zijn? Misschien niet. Nu, nu heb je nog altijd die, die sfeer waarin Leclerc vorige week volle punten pakt. Verstappen niks. Mm. Dat speelt ook mee natuurlijk. Hè. Want Leclerc die wordt nu wel tweede, maar weet dat hij op kop blijft in het kampioenschap. Ja. Heeft die voorsprong. Dus... Er is nog geen echte stress op dat vlak. Nee, er is richting... nog geen stress op dat vlak. Nee. Nog niet. Uh, Verstappen nee. die was wel af en toe aan het klagen over het feit dat uh, Leclerc. Over de witte lijn zou gereden zijn bij de Pitstraten, Daar is uiteindelijk niks van gekomen, niks mee gedaan, omdat Verstappen ook gewonnen heeft. Ik denk dat dat de grootste reden is dat daar niks meer over gezegd is geweest. Had hij eigenlijk mm. gelijk? Want mij is dat totaal niet opgevallen, eerlijk gezegd. Die witte de lijn ik. volgens mij niet. Nee. Uh, die lichten, oké, okay. dat zal wel. Uh, ja. maar zoals Sam tijdens de wedstrijd zei gisteren in de commentaar, had het knopje gevonden en heeft de lichte te Het licht <laughs> ja, het achteraan het, het, het <laughs> achter zijn wagen <laughs> het werkte niet en dat nee. moet normaal flikkeren als de batterij opgeladen ja. wordt. Ja, klopt. Dat werkte niet. Ja, of... Maar dat soort dingen, om eerlijk te zijn, Dennis, dat waren dingen waar Verstappen vorig jaar niet mee bezig was. Toen was het Hamilton die met dat soort dingen bezig was. En, en het lijkt wel alsof dat... De rollen zijn omgedraaid. Ja, dat Verstappen een andere houding aanneemt. Ja, de, de, de jager ja. is de prooi geworden. Ja. ja, en ik denk, ik denk ook vanaf die kwalificatie in Bahrein, waar denk ik, Verstappen had gedacht dat ze echt bovenaan ging staan, dat Red Bull dominant ging zijn, die heeft daar zo'n mokerslag gekregen. En sinds, sinds dat moment is hij eigenlijk redelijk lichtgevoelig, uh, een beetje gefrustreerd aan het rondrijden. Die win van gisteren, die gaat hem misschien terug wat rust geven, maar ik vond tot op dat moment was het niet meer echt de verstappen die inderdaad zich puur concentreerden op het rijden en daar het verschil maakte. Hij was te veel bezig met, met andere factoren die, die toch niet binnen zijn controle liggen. Dus. Want ik heb de volledige radioboodschappen nog niet opgezocht. Op YouTube kan je die altijd mooi terugvinden, maar dat je wel de radioboodschap doorkreeg vanuit het team van van Red Bull van Max, calm down. Dan ja. weet je dat daarvoor ja. veel, meer, veel meer dingen zijn gezegd get, get die wij nog with niet it. gehoord hebben. Hè? Get ja. with it. dat was eigenlijk de boodschap. Wij van, doen onze uh, job en wij ja. hebben ook gezien, als er iets fout loopt, niet reglementair is. Jongen, vooruitkijken. Eigenlijk is dat gewoon zeggen: laat ons gewoon met rust. Doe, doe jij uw werk, wij doen dat van ons en laat het. En zo moet het ook zijn. Zo moet het ook zijn. Ja. Um, heeft Red Bull een fout gemaakt bij de pitstop van Perez Of is dat gewoon pech dat daarna die, die safety car kwam? Sowieso pech dat die safety car komt. Hè. Die timing was niet goed, team voor hen. Uh, ook niet voor Gasly trouwens, hè, die in, uh, in eenzelfde situatie zat. Hebben ze zich een beetje laten vangen? Ja, misschien wel, misschien zijn ze te enthousiast ingegaan op die boodschap die er kwam bij, bij uh, Ferrari. <laughs> um, anderzijds, ja, ze zitten ook met een bepaalde strategie en met de bandentypes waar ze mee rijden. Um, die wil je natuurlijk niet te veel laten afwijken. Dus misschien was het ook wel hun. Timing om binnen te komen, dat, dat, dat gaan we natuurlijk niet weten. Maar het lijkt er in elk geval op dat ze de boodschap van Ferrari horen en daarop, uh, en daarop reageren. Vel ja. is het heel goed gedaan van de regie. Dat is ook goed mogelijk natuurlijk. Van, we gaan dat nu even droppen en ah, toevallig is dat na de pitstop. Ah, ja, maar dat ze al gehoord hebben dat ze tegen Peris gezegd ja. hebben: checko, box, box. Bah, en dan... ze, ze zijn ook effectief gaan klaarstaan bij Ferrari. Dus ze hebben echt, ja. uh, zoals ze zelf zeiden, Red Bull een dummy verkocht. Was het zo? Inderdaad, het is een beetje de vraag. Gingen ze het echt doen? Gingen ze het niet echt doen? Achteraf is het natuurlijk leuk om te claimen dat je, het, dat je het zo gezegd ging doen en dat de Red Bull ervoor is gevallen. Maar in ieder geval is het voor Sergio Perez, die vandaag denk ik, zijn naam verandert in Sergio Pejes. Ja, die heb ik gisteren uh, Dat Gert Vermers daar niet op inging, omdat dat was een woordmopje van je. Ik, ik mocht er niet te veel maken. Had hij op voorhand gezegd tegen mij en niet binnen de twee minuten van elkaar of zoiets? Was, sorry. En ik heb het een aantal keer toch gedaan. En, en ermee die mij beginnen negeren is. Dus. De laatste keer dat Geert in de pad ook heeft gezeten. Uh, het was half minuut twintig en het is pas je eerste woordmopje. Dus terughoudend. <laughs> terughoudend. Gas geven, je hebt nog 40 minuten. Je hebt nog 40 minuten. Nee, maar uh. allez, los daarvan. Ik denk voor Sergio Perez is het uh, wel frustrerend. Een mooi weekend voor hem. Hij had uh, kunnen winnen uh, toch? Hij had kunnen winnen. Had hij gewonnen? Ik weet het niet. Ik heb het wel nog altijd het gevoel dat zowel Charles Leclerc als Max Verstappen. zijn natuurlijk de leading men bij de desbetreffende teams. Um, hadden die op het einde nog iets meer verschil gemaakt dan Sainz en Perez? Misschien wel. Ik weet het niet. Het is moeilijk te voorspellen. Maar de liga zegt het nu wel: de leading men. Dus Sainz is nummer twee. We zijn twee grote prijzen ver en het ligt vast. Is Sainz nummer twee en Leclerc één? Ik ben er nog niet van overtuigd. Nee. Maar in elk geval is het wel zo dat Leclerc op kop staat in het kampioenschap en dat hij tot hier al twee keer een berensterke wedstrijd heeft gereden. Dus als hij niet in de fout gaat en als Sainz niet in één keer extreme dingen gaat doen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat die stempel vroeger gaat gedrukt worden. Ja. Hoe lang wacht ja. je daarmee als team om te beslissen dat hij onze nummer één piloot is? Of hangt het er gewoon vanaf als, als Leclerc nu de volgende drie grote prijzen ook duidelijk sneller is dan Sainz? Ja. Beslis je dan meteen, oké, okay, we zijn vijf grote prijzen ver... Het verschil is er, Carlos, jij bent nummer twee? Ik denk het wel. Het zal er gewoon van afhangen hoe sterk dat Red Bull voor de dag gaat komen. Want ze moeten natuurlijk rekening houden met de concurrentie. Ja. En ze proberen natuurlijk ook de, de Spirit erin te houden voor beide piloten. Want ze moeten allebei presteren in functie van het constructeurskampioenschap. Dus, en in tegenstelling tot Red Bull, wat we vorig jaar ook zeiden, daar is het belangrijkste de rijderstitel. Mm -hmm. Bij Ferrari is die constructeurstitel ook nog altijd wel belangrijk. En dat denk ik dat je dan ja. krijgt bij merken zoals McLaren. Ferrari, Mercedes. Hè? Alhoewel dat ja. die nog wel wat werk hebben. Um, maar ik bedoel, ik denk dat het verschil daar wel in zit. Dat ze daar met z'n tweeën nodig zijn ja. om, om die punten te sprokkelen. Ja, en in die zin heeft Sainz eigenlijk een gelukje. Dat ja. hij bij Ferrari zit. Dat ze langer op hem zullen blijven inzetten. En blijven zoeken naar een oplossing. En hij zat ook al wel dichter dit weekend. Hè? Ook al in Quali zat hij toch veel dichter dan in Bahrein. Dus het is wel bemoedigend. Maar op dit moment is Charles Leclerc. Um ja, nog altijd de primus. Ik vind wel dat je bij Science ook heel hard de, de frustratie al wel ziet in zijn lichaamstaal en in zijn gezicht. Vorige week ook al hè, in Bahrein. Toen zag je ook al dat hij nader is, dat hij echt baalde ja, maar. van die tweede plek. Snap ik ook? Ik ook. Ik bedoel, als je, als je weet dat je hetzelfde materiaal voilà. hebt en je kan er niet aan. Vooral vorige, vorige keer in Bahrein was het, was het extreem. Gisteren was het inderdaad minder. Maar ik weet, uh, ik weet hoe het voelt als je, als je van jezelf overtuigd bent dat je het uiterste er aan uithalen bent. En het lukt niet. En het lukt niet in verhouding met ja. iemand anders doet met dezelfde auto. Trouwens, dit weekend net hetzelfde met Russell en Hamilton. Want Russell kon het wel in de kwalificaties en Hamilton niet, terwijl hun wagens eigenlijk min of meer hetzelfde stonden afgesteld. Dus dat nou, is toch wel een moeilijke. Dat is wel het moment wanneer je aan jezelf zou beginnen twijfelen. Hè? Want ja, je weet, ik, zou ik probeer alles eruit te halen, die wagen is er, het team doet dat, mijn teamgenoot doet dat. Dat is een gevaarlijk moment en dat kan je natuurlijk langer meenemen. Hè? In die zin zou het natuurlijk misschien wel kunnen gebeuren dat Ferrari voor Leclerc kiest als leading man. Hoe verklaren jullie dat verschil tussen Hamilton en Russell na die, eerste, eh, na die grote prijs in Saudi-Arabië? Ik heb er eerlijk gezegd geen idee van, want nee. dat is een situatie in de welke we Hamilton nog nooit gezien hebben. He, toch? Tenminste vroeger McLaren, bijvoorbeeld als die een keer een off-day had, dat zou wel eens kunnen, maar de verschillen waren nooit zo groot als dat het dit weekend was. Het is dus een situatie waar ik hem nog nooit in gezien heb. En, het is ja. niet dat Hamilton ineens niet meer kan rijden met de auto, bijvoorbeeld. Het mm. ah, nee. is een blijde, altijd zevenvoudig wereldkampioen. Ja, absoluut, hij is is absoluut goed. Alleen, ja, Russell, bij Russell viel alles in de plooi dit weekend. Met een wagen die nog altijd minder goed is dan die Ferrari en de Red Bull. Hmm. Alleen Hamilton, uh, ja, die kon het niet dit weekend. Ja, misschien ligt enerzijds een beetje de druk anders. In de zin van Russell heeft die... Die introductieperiode bij dat team, die moet misschien niet direct het beste presteren. Wanneer misschien de wereld verwacht van Hamilton dat hij zelfs met die mindere wagen dan het verschil kan maken als wereldkampioen. Dat plus, ik denk, we hebben dat vorig jaar zeker gezien bij Hamilton, die komt eigenlijk het beste tot zijn recht in de meest moeilijke situaties, maar dan moet hij wel vooraan zitten. Die moet kunnen vechten voor de win. Hij is echt een winnaar. En als hij niet kan winnen, en hij weet dat. Dat zou een aantal procent minder motivatie kunnen zijn bij hem. Ik weet nog die grote prijs van Abu Dhabi 2016, het jaar waarin um, Rosberg wereldkampioen werd. Op een gegeven moment was het duidelijk, ja, ik kan geen wereldkampioen meer worden. En toen was hij zelfs de kansen van zijn ploegmaat wat in het gevaar aan het brengen van, ja, ja, geef het gewoon op, ja. ik kan toch niet meer winnen. Who cares? Dat is wel raar voor zo'n groot kampioen, vind ik, dat hij zo ineens kan, bes kan beslissen, oké, okay, ik, ik doe toch niet meer mee voor de overwinning, je m'en fout. Die is natuurlijk in niets anders geïnteresseerd dan in, dan in het winnen. En is ook eigenlijk in de Formule 1 gekomen en direct in een positie waarin hij kon winnen. Uh, is in zijn tweede jaar denk ik zeker. In dus werd het jou... eerste jaar net niet, toen net, niet net niet. Tweede jaar wereldkampioen. En dan vertrok hij richting Mercedes. Daar ultra succesvol geweest. Dus inderdaad, zoals Mark zei, het is een nieuwe situatie voor hem. En ik denk: los van het feit dat die wagens iets anders stonden afgesteld, ging Russell er veel beter mee om. En ja, zo hebben we Helmut dan gewoon nog niet veel gezien. Hij heeft veel fouten gemaakt. Wel mm -hmm. ja, straf ook. Zijn opmerking na de race, tiende. Krijg je daar een punt voor? Oh. Is dat Cheeky. Niet... Cheeky. Is dat niet een klein beetje neerkijken op? Ook op, de, op het middenveld? Uh. Of ligt dat even ja, of interpretering misschien wel. Dat verkeerd? Misschien wel, maar, maar goed, welke uitspraken moet hij wel doen? Ik denk dat, dat is eender, eender wat hij nu zegt is, is gewoon fout. Hè? Of ja. kan fout geïnterpreteerd worden. Maar... Kijk, ik weet dat zij, zij moeten in termen gewoon het hoofd koel houden en proberen verder te werken en, en Russell gaat er op dit moment gewoon iets beter mee om. Maar hoe kan het eigenlijk voor een team als Mercedes? Tot de wolf die zei ook van ja, het is onaanvaardbaar, het niveau dat we nu halen, het lijkt wel alsof het terug 2013 is bij dit team. Maar vooral, dit team is wel het team dat het zeven jaar gedomineerd heeft. Ja toch, ik had niet verwacht dat zij met zoveel problemen aan het seizoen zouden beginnen. Dat ze misschien een beetje achterstand zouden hebben op Red Bull. Okay, maar, maar je van Mercedes nee, verwacht meer. je altijd dat ze meteen die oplossing vinden. Pff. Ja, maar zo makkelijk is het niet. Dat Duidelijk? is nu net de nee. reden waarom dat het Formule 1 is. Ja. En dat is ook de reden waarom dat iedereen altijd zo heeft opgekeken naar Mercedes. Omdat ze het al die jaren wel deden en de rest er niet aan kon. Hm. Uh, maar goed, nu zitten ze echt wel met de handen in het haar, denk ik. Omdat ze, ze zijn met een designpakket gekomen dat, dat op dit moment nog altijd niet functioneert. En ik weet niet of ze daar... Ik denk wel dat ze ideeën hebben. En ze zullen er wel, wel, wel dichter komen. Ze zullen het gat wel kleiner krijgen. Ja. Maar ik denk toch dat het langer gaat duren dan wat ze zelf hadden vooropgesteld. Of wat ze zelf dachten. Ja, plus de rest ontwikkelt ook. Dus tegen de tijd dat Mercedes ja. heeft bijgehaald waar zij dan eigenlijk verliezen, is de rest ook verder gegaan. Dan heb je weer een achterstand. Dus misschien dat de gap kleiner wordt. Maar, maar proportioneel blijft het misschien dezelfde verhouding. En het verschil is gewoon... Het begint bij het begin. Het pakket dat zij hadden... De afgelopen acht jaar was vanaf het begin heel goed. En zij hebben kunnen bouwen op iets dat al heel goed was. Dit is niet goed. Mm. Ze moeten nu bouwen op iets dat niet werkt. Mm. En als we ze er rond kunnen verzinnen van oplossingen, dat zijn dingen, het zijn alternatieven. Maar het basisprobleem blijft die purposing: blijft dat ze niet genoeg downforce van die wagen kunnen gebruiken en dat ze omhoog moeten met die wagen. En dat zorgt voor zoveel andere problemen. Dus de synergie tussen de verschillende elementen, motorisch, aerodynamisch, mechanisch. Ja, dat zit gewoon niet goed, die Mercedes. En dat kan je zien. En dat zit bij die Ferrari heel goed. Dat zit bij die Red Bull heel goed. En om dat, om dat recht te zetten. Massimo was vorige week nog wel heel positief daarover, heel optimistisch. Want het is en blijft Mercedes. En ik denk dat laatste, net omdat het Mercedes is, dat we ergens van uitgaan dat ze nog wel een oplossing gaan vinden. Ik vraag me af hoe lang het gaat duren voordat we echt gaan durven zeggen: oké, okay, het gaat dit seizoen ze gaan het niet vinden. Ik denk wel dat ze het gaan vinden. Maar, maar maar het gaat langer, langer duren. Het vinden om echt mee te doen, hè? bovenaan. Om effectief ja, maar dat denk Red Bull en Ferrari uit te ja, dagen. Ja, ik denk het wel. Ik denk ja. dat ze dat zij, uh, één keer dat ze terug naar de naar de noem het dan even circuit ja. gaan hè, mm. Barcelona, Silverstone, uh, dat soort circuits, uh, ik denk dat ze tegen die periode er absoluut wel terug zullen staan. Want het is wel ergens spijtig dat we nu niet die strijd tussen die drie teams hebben. Ferrari is dan terug, Red Bull staat er. Als Mercedes daar ook was bij geweest. Dat wil je nog eens zien als geleden van het, 2010, denk ik, dat we echt nog is, eens doen... Ik vind het nu al leuk dat vier wagens zijn in plaats van twee. Maar ja. We hadden gehoopt op zes. Inderdaad. Dat, uh... ja. dat verandert wel. Dat zou alles veranderen. Hè. Het zou zo mooi zijn, want eigenlijk heeft Ferrari nu de plek van Mercedes ingenomen. En we zitten een beetje terug op hetzelfde niveau qua spanning. Um, ja, het is spijtig. Mm -hmm. Het duel van de Alpines. Je hebt het al even aangehaald, Mark. Waarom was dat zo dom wat die gedaan hebben? Maar Tom, het, het is gewoon algemeen geweten dat als je, als je met twee rijders uit hetzelfde team enkel en alleen maar bezig bent met de spiegels kijken, uh, dan ga je gewoon tijd verliezen. Dat is gewoon heel simpelweg wat dat er gebeurt. Is gisteren Ocon die wilde zodanig zijn plek verdedigen tegenover Alonso, hmm. misschien ook weer om willen van het status van nummer één in het team ja. af te dwingen Absoluut. en zeker tegen een grootse kampioen zoals uh, Alonso. Uh, maar ondertussen reed Russell wel van hun weg. Hmm. Dus ze verloren, en ze verloren niet alleen tijd op Russell, maar die andere jongens erachter kwamen ook dichterbij. Dus ze waren effectief wel gigantisch veel tijd aan het verliezen. En ja, ik moet eerlijk zijn: ik, ik vond het heel lang duren voordat het team ingreep om te zeggen: hé hey jongens, stop ermee en kijk eens vooruit. Uh, dat heeft toch wel, ik denk, zeven, acht ronden geduurd gisteren. En, en daar schrok ik toch wel van. Dat die jongens die strijd aangaan, dat snap ik perfect. Alleen het was een beetje te vroeg in de wedstrijd. Uh, maar het kostte hun gewoon heel veel en er werd niet ingegrepen. Dat was voor mij de grootste verrassing. Ja, ik denk inderdaad exact die lengte was, dat ze die vrijheid hebben gegeven. Want ik bedoel, we kunnen alles saai maken door te zeggen, nee, teamgenoten moeten elkaar voorbij laten, maar dan hebben we ook geen Formule 1 en we geen race. Maar die de lengte of de window, dat ze hebben gezegd, ja, doe maar wat je wilt, dat was veel te lang en daar hebben ze echt hun eigen race mee verbrod. Dus ja, het is, het is heel spijtig, ze hadden de snelheid om te vechten voor 5, 6. En daar te blijven, maar nou, niet zo slim van het management, denk ik. Van het Alpin. Alonso die heeft niks kunnen bereiken. uiteindelijk, Die heeft hem moeten opgeven. Tsunoda is niet gestart zelfs. Bottas-opgave, Ricciardo-opgave. Hoe, hoe verklaren jullie dat? Dat er zoveel opgaves waren gisteren? Want allemaal problemen met de wagen. Geen opgaves door een crash bijvoorbeeld. Nee, maar betrouwbaarheid in een auto is, is een belangrijke factor. Hè. Het, is, mm. uh, nu, het is makkelijker om een snelle wagen betrouwbaar te maken dan een betrouwbare snel te maken. Uh, dat sowieso. Uh, maar ik denk dat, uh, behalve de McLaren, dan dat die, die andere wagens, Bottas, hebben wel mooie dingen van gezien. Van de Alpines kunnen we mooie dingen verwachten. Uh, alleen ja, betrouwbaarheid is, is een belangrijke factor. En dan moet je je de vraag stellen: hoeveel hebben ze ingezet op enkel en alleen performance tijdens de voorbereidingen en, en het ontwikkelen van die auto? Of hoe vaak hebben ze ook diepgaande reliability testen gedaan, mm. want er uh, komen nu toch wel een paar dingetjes naar boven mm. waar je denkt van, het eh, is toch al vroeg in het seizoen. Anderzijds, ja, uh, porpoising. Gisteren was ook extreem warm, ja. uh, zelfs voor, voor de tijd van de dag dat ze reden. Ik denk dat het s'avonds 8 of 9 uur was toen ze reden. Ze uh, zaten nog met temperaturen achteraan in de 20 graden, uh, dus het was wel belastend. Hè? Je zag het ook aan de rijders trouwens op het podium, uh, Verstappen, Leclerc, uh, fysiek toch een, een heel stukje verder moeten gaan dan bij andere Grand Prix. Mm. Uh, of zo leek het toch tenminste. Dus het, het was best wel heavy. Uh, en, en dan denk ik ja dat, dat dat laatste dat ze nog moeten vinden in, in betrouwbaarheid, dat dat er misschien nog niet bij iedereen is. Nu hebben ze twee weken voor upgrades toe te passen. Is dat genoeg? Om echt dingen te vinden, om een wagen wat betrouwbaarder te maken, kan je dat in twee weken vinden? Ik Formule 1 is twee weken lang, wordt gezegd. Ja, ik denk in deze fase van het uh, kampioenschap met die nieuwe wagens, denk ik absoluut dat dat uh, heel nuttige twee weken zijn. Ik bedoel, de week tussen de twee Grand Prix die we nu hebben gehad, was eigenlijk geen week. Het was enkele dagen met transport enzovoorts. En zelfs daar zijn er al een aantal analyses gebeurd en resultaten uitgekomen. Dus ja, ik denk het wel, natuurlijk in de fabriek hè, waar die wagens vandaan komen wordt er constant verder gewerkt. Hè, met dezelfde info die vergaard wordt op het circuit. Daar heb je ook piloten in de simulator zitten die dan uh, ook tests doen om dingen af te toetsen. Dus ja, twee weken is iets. Het, is, het zal niet genoeg zijn voor bepaalde teams om het verschil te maken. Maar ik denk toch dat ja, we misschien hier en daar een verrassing gaan zien bij de volgende race. Ja, voor Haas gaat het wel genoeg zijn, want die hebben ervoor gekozen om Schumacher niet te laten rijden. Zondag, zaterdag, hele harde smak met Schumacher. Want die ja. ging echt wel... Ongelooflijk hard in de muur. Die mikten hem in de muur. Hoppa, uh, twee, dat is mooi. Maar dat kan ik enkel zeggen, omdat ik weet dat hij oké okay is. Hè, want uh, oh, mensen zijn er tegenwoordig zo gevoelig aan. Maar, hij had ook kunnen rijden. Uh, ja, op zich hij was hij fysiek. Hij was klaar om te rijden. Hij, was, ja, hij, mocht, hij mocht ook effectief meedoen. Ja, hij mocht meedoen. Hij voelde zich goed. Maar ik snap perfect vanuit haast dat ze dan niet overhaast te werk willen gaan. Ze hebben, ze hebben die wagen natuurlijk nodig binnen twee weken in Australië. Uh, en om dan nu een wagen te gaan opbouwen met een Mick Schumacher, die misschien ook niet 100% zichzelf goed voelt en vertrouwd voelt, om dan in te zitten en dan vanuit de pits te starten, ja, wat is, is dat nuttig, zoiets? Nee, ik denk dat ze er inderdaad wel de correcte beslissingen genomen hebben om te zeggen: van kijk, laat alles nu rusten, we gaan ons goed voorbereiden voor die volgende wedstrijd. Um, de kans dat er opnieuw iets gebeurt uh, op die baan is best wel groot. Ja. ja. Uh, en als, uh, ja, Ik vermoed dat ze geen, geen technische oorzaak hebben gevonden voor het crashen. Uh, het leek mij meer een, een, een effect van te veel proberen in twee bochten ervoor, waardoor het wagen uit balans komt en dat hij hem eigenlijk niet meer, mm. net niet meer kan corrigeren wanneer hij uh, naar die curbstone gaat. En dan in volle overstuur gaat en, en de muur meepakt. Ja. En zich willen bewijzen, ongetwijfeld ook. Hij heeft gezien dat Magnus het vorige week zo goed gedaan heeft, nu weer goed aan het doen was. Ga maar hij dat gaat ook. ook een rol gespeeld hebben. Ja, waarschijnlijk jongen? wel. En, en Je ziet nu nog een verschil in ervaring tussen Magnussen en een uh, en Schumacher. Maar ik vind dat hij zelf eigenlijk ook wel goed op weg is. Dus ja. Ik vind dat hij, dat hij heel goede resultaten ja. neerzet. Uh, misschien wel beter dan wat velen gedacht hebben. Maar ja, goed, dat komen we weer terug op hetzelfde. Hè. Net zoals een Piastri en andere piloot, Als je in de Mazepin ook, hè, als je in de Formule 2 toch min of meer voorin zit, uh, dan ben je voor mij een goede rijer. Ja. Uh... Hebben wij wel dat het meer is dan enkel de naam Schumacher? Waarom hij een plek gekregen heeft. Het heeft een grote rol ja. gespeeld, sowieso. Maar absoluut maar het is niet alleen dat. Allee, het heeft natuurlijk een gigantische Tuurlijk. waarde. En als het ooit op een Ferrari-Bolide kan staan, dan is het helemaal Kessa. Dus dat weet iedereen binnen de Formule 1. Um, ook de vorige president, Jean Todt, die weet dat ook heel goed. <laughs> het zijn allemaal factoren die meespelen. Maar ik denk wel dat we hem credit moeten geven voor het feit dat die, hij is een, een slimme jonge kerel Is misschien intrinsiek niet de snelste, maar is iemand die werkt. En, en, en open-minded is en hij komt slim over. En dat vind ik toch wel krachtig. Je moet toch ook omgaan met die druk van die Schumacher-naam. En dat doet hij nu mooi. En niet die, onderschatten. Die druk, die druk moet inderdaad ook echt ja, niet onderschatten zijn, hoor. Die, die druk is gigantisch. Plus dan nog eens een Magnussen die ook erg goed is. Hè. Okay. Die heeft heel weinig voorbereidingstijd gehad. Um, die wordt misschien nog wat beter door in het seizoen, of waarschijnlijk nog wat beter. Maar dat is wel echt direct een straffe kerel die naast je zit. Maar dat gaat toch net voor die extra druk zorgen ook. Er komt er een piloot aan die die voorbereiding niet mm. heeft meegemaakt. Die niet had verwacht dat hij een kans ging krijgen dit mm. jaar. Die komt eraan en die doet het meteen beter dan jou. Maar dat is een opportuniteit. Hè? Ik vind het een opportuniteit eerder voor Magnussen dan een, dan een thread. Tuurlijk, nee, ik heb het over Schumacher. Voor Schumacher. Ja. Voor Magnussen is het een kans, nee, inderdaad. Ben, ja, maar, maar, maar voor Schumacher vind ik het zelfs. Het, het zit druk, hè? maar ik vind dat het positieve druk zitten, Want hij heeft eigenlijk hier een kans. En kansen die hij met Mazepin niet had om... Hij heeft iemand om ze aan op te plakken. Voilà. Hij heeft een kapstok ja. binnen dat team. En, en dat, dat klopt ook gewoon. De reden waarom dat Magnussen er staat, is omdat hij minder druk heeft. Mm -hmm. Bij wijze van spreken geen druk, want niemand verwacht iets. Hij wordt laatst minute gebeld om te komen, stapt in en doet zijn ding. Gebaseerd op zijn ervaring. En als je dan ziet dat, dat, dat Schumacher wel de juiste stap in de, in de goede richting aan het zetten is... Ja, dan, dan kan hij alleen maar mee profiteren van die ervaring ah. van Magnussen. En dat had hij inderdaad in het verleden niet. Had hij evenzeer een nieuwkomer naast zich. En ah, ik denk dat hij nog wel, uh, nog wel heel wat ruimte heeft om te kunnen groeien. Mm. Binnen binnen en binnen Haas, en naar de toekomst toe voor andere teams ook. Die ja. crash nog wel eens bewijs hoe stevig de wagens ook zijn geworden. Stevig, nee, hoe veilig ze zijn geworden voor piloten. Stevig dus ja, als... niet, want het was ja. helemaal uiteen. Die maar dat, wagen. Is, ja, dat, dat is dat, een goed teken in de Dat is de bedoeling, en Mark heeft dat ook uitgelegd in de studio: van natuurlijk, hoe meer het die energie kan verspreiden, hoe minder het die in de cockpit terechtkomt op het lichaam en van de En Met deze pilot. wagens is dat nog, hebben ze daar nog extra ja. op ingezet: 15% meer 15%. impact als het fronta een frontale ja. botsing is. Langs de andere kant, ik bedoel, de FIA is natuurlijk snel om dan zo hè, een statistiek op beeld te gooien en van, wij hebben de wagens sterker gemaakt. Langs de andere kant hebben ze niet echt rekening gehouden met hoeveel. Sorry, veel lager dat die wagens liggen en dat die curbstones eigenlijk, zeker in die bocht, te hoog zijn. Vroeger hadden we die rake, die achterkant die veel hoger stond dan de voorkant. Die wagens die in de bocht ook niet zo laag kwamen. Nu komen die wel lager en die me uit. Dus die, die, die raken met de vloer daar de rand van die curb. De luchtstroom wordt onderbroken, die wagens worden omhoog gegooid en richting de muur. Dus het is ergens dubbel. Hè. Ze hebben ergens... Het goed gedaan met ze hebben de wagens beter gemaakt, maar ze moeten ook wel verder gaan denken dan ze nu hebben gedaan en ook circuits hier en daar gaan aanpassen, denk ik. Ik denk dat je daar ook verschillen gaat zien dit jaar tussen Formule 1 en Formule 2, want in de Formule 2 gebruiken ze dat grondeffect niet en ik denk dat dat een heel ander resultaat gaat leveren, op dat vlak tenminste. Anderzijds, ja, ze hebben de wagens veiliger gemaakt, maar ook de circuits. De, de, de muur is ook toch wel. Er is heel veel gewerkt eh, aan veiligheid, ook op dat vlak. Mm. Eh, sinds een aantal jaren. En gelukkig maar, want een klap zoals Schumacher nu had. En dat die Sandernaags geen last heeft van zijn rug. 33G, hè? Nee. <laughs> 33G. <laughs> dat is toch uh, redelijk concreet. En, en ook de maar, halo, hè? Die... Ja, wat, wat Mark, het is zo dat ik je onderbreek, maar dat hij geen last had de dag erna. Ja. Dat, is, dat is belachelijk. Positief belachelijk, maar hoe ja, kan maar dat, dat is zelfs? Ook zo, hè? Mark heeft zochtes dus ja. meer last van zijn rug ja, als die bij allemaal, dan, dan. Nee, maar dat, dat is absoluut zo. Dat is, uh, en oké, okay, op een bepaald moment ook een stukje slijtage. Want als je al dertig jaar in dat soort van auto's rijdt, voilà. heel hard afgeveerd, ja. of zelfs niet afgeveerd in tijden van karting, uh, dat weegt gewoon letterlijk op de rug en de nek. Mm. En als je dan nog eens een paar keer een klapper hebt gehad destijds uh, toen we geen handsysteem hadden, uh, de zijkant van de cockpit kwam, kwam bij wijze van spreken lager dan de schouders. destijds, ja. dus het heeft allemaal een evolutie gekend en, en effectief, het is gewoon zo, je staat elke dag op met pijn in de rug en dat hij na zo'n klapper als gisteren We het, het niet heeft, uh, ik, ik, ik was al blij dat hij, dat hij kon bewegen, dat hij zelf uit de auto kon komen, dat soort dingen. Maar dan denk je toch nog altijd: van, ja, de dag nadien of twee dagen later zal hij het wel voelen. Maar dat, dat is dus effectief niet het geval geweest. Gelukkig maar. Gelukkig ja, maar. Er zijn ook een paar teleurstellingen natuurlijk. En er lijkt daar al een trend te zien te zijn: um, Aston Martin, Williams en McLaren. De drie teams die toch wel teleurstellen: mercedes powered mercedes powered ook. ja. McLaren, de zevende plaats voor Norris. Maar die zevende plaats: een beetje een, een pleister op een houten benen. Ja, de, de klassieke Britse teams waar je het zeker niet van verwacht. Uh, maar natuurlijk, die Mercedes-Power heeft er denk ik wel veel mee te maken. Uh, het zit allemaal ergens met een fundamenteel probleem. Ik denk Williams moeten we minder spreken van een groot probleem. Er is een gigantische herstructurering geweest. Dus ook niet dat ze op één jaar tijd alles kunnen omgooien. Voor mij, de grootste, de grootste teleurstelling blijft McLaren. En Mercedes zelf. En Mercedes maar zelf. vooral, vooral ja. McLaren, ja absoluut. En zeker als je dan het verschil ziet met Ferrari. Uh, vorig jaar waren ze in strijd om dezelfde posities en nu zijn ze allebei ja. een andere richting uitgegaan. Ferrari in de goede zin en McLaren in de slechte zin. Maar ja, uh, Ricciardo valt mij ook tegen. Uh, op dit moment heeft ja, een paar goede seizoenen gehad, maar de laatste twee jaar vind ik hem toch serieus tekort komen. Uh, maar het team, het team kan ook niet. Het lijkt alsof dat ze geblokkeerd zitten, dat ze niet echt verder komen. Dat is straf, want zoals jij zegt, Sam, vorig jaar was het de duel: Ferrari-McLaren. Twee jaar geleden was McLaren zelfs op weg naar de top terug, leek het wel. En ze gingen weer een uitdager worden. En dan nu die terugval, ja, na de moeilijke jaren die ze gehad hebben: en het, mm. was, het waren niet maar twee moeilijke jaren, het waren vijf, zes moeilijke jaren voor McLaren. Moet dit heel hard Het moet echt een klap zijn voor de mensen in de fabriek ook, denk ik. Want je hebt dan die positieve elan, die is weer ingezet. En dan is daar nu weer die tegenslag en sta je weer niet bij af. Dat is overdreven gezegd, maar het scheelt niet veel in hun ogen, denk ik. Nee, dat klopt. Hun doelstelling was natuurlijk niet 2022. Hè? Maar ik denk dat ze nu wel meer gehoopt hadden op die, die evolutie. En, en de veranderingen in reglementen. Om misschien een beetje dichter te komen. En ze, ja, het is gewoon één grote setback. Uh, ze worden gewoon teruggetrokken in, in, hun, ja, in hun richting naar boven. Een doelstelling die ze hadden voor, mm. voor de komende jaren. Maar dit jaar gaat het absoluut niet gebeuren. Ben, dat is dat is voor... Waar we ook nog niks van zien, dat is het nieuwe elan van Williams onder uh, Jos Capito. Is dat, dat is toch een teleurstelling. Ik, ik had ik, ook wel gedacht ik, dat die een bepaalde stap zouden zetten. Uh, ik, vind vooral, ja, ik vind het ook opvallend: het, het gedrag of vrijgedrag van Latifi, uh, van die plots veel meer fouten maakt. Um, Vreemd eigenlijk, want hij, zit, hij zat vorig jaar in mijn ogen als een moeilijkere teamgenoot. Eh, Russell die met alle pluimen ging lopen. Misschien was die verstandhouding anders, misschien ging het management anders om met de piloten. Maar ja, ik, 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 vind, ik vind het vreemd, hij maakt veel fouten. Ook een paar domme fouten. Albon, uh, die was altijd Albon. Maar zelfs bij Williams, bij, in, in die minder goede wagen, um, doet hij het niet slecht. Het wordt gewoon niet veel in beeld gebracht, maar in mijn ogen doet hij op zich geen slechte job met een hele underwhelming auto. Ja, ja. Maar ik denk dat het verhaal van Latifi eerder te zoeken is in het feit dat hij lijkt me meer een rijder te zijn die als underdog beter presteert dan wanneer hij de touwtjes in handen wilt nemen als lead driver van een team. Mm -hmm. En ik denk dat, daar, dat hij dit jaar probeert die stempel te drukken van ik ben nu de nummer één, terwijl dat hij vorig ja. jaar herkende dat Russell gewoon de nummer één was binnen het team. Um, dat hij eigenlijk ik, makkelijk kon functioneren in die schaduw. Ja, ja. Ja, dus, dat er gebeurd dat is, is in de laatste idee. grote prijs nog iets mee te maken hebben. Gecrashed, waardoor we uiteindelijk het, laatste rondje, het beruchte laatste rondje hebben gekregen. <laughs> het was zijn schuld. Hij heeft daar ongelooflijk veel ja. toonsbedreigingen voor gekregen. Sociale is op sociale media, media afgeslacht. Ja. Um, dat kan mentaal ook wel, wel aankomen en wie weet een gevolg hebben. Of, of zoek ik je dan te ver? Oh, ik denk dat dat wel wat impact heeft op een rij. Als je, als je dat soort verwijten allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt. Uh, alleen ik denk dat het geen dat gisteren tijdens de Grand Prix gebeurt. Er los van staat. Ik denk dat dat gewoon een, een foute inschatting is geweest. De, naar mijn gevoel voelde hij het overstuur komen. Heeft hij gereageerd voordat het er was? Te vroeg, hè? Ja, ja. Hij heeft gewoon Absoluut. willen anticiperen op iets dat, dat hij voelde dat ging komen, maar dat er nog niet was. Ja. Dus, en het lijkt alsof dat hij een bocht naar links, gewoon naar rechts afdraait en, en de muur in, in botst. Ja. Uh, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, nee. <laughs> sommige mensen gaan misschien die opmerking weer maken als het uh, niet, niet de echte grote Formule 1-kenners zijn. Of, of mensen die nooit gereden hebben. Uh, maar dat doe je niet zomaar. Hè? Ik bedoel, nee, absoluut wel ergens iets voelen aankomen. Maar ik denk dat hij gewoon te snel gereageerd heeft. Okay. Ja. Um, ja, het laatste van het afgelopen weekend, waar we het zo zeker over moeten hebben, is wat er voor de race eigenlijk gebeurd is op vrijdag. Raketinslag hmm. op 15 kilometer van het circuit. Vijf piloten wilden blijkbaar niet rijden, is toch gebeurd. Um, de namen heb ik niet gezien. Um, de Saoedische regering heeft dan gegarandeerd dat het afweergeschut op punt stond voor zaterdag de, de kwalificaties, blijkbaar niet voor vrijdag. Oké, okay, prima. <laughs> uh, dus voor zondag was het blijkbaar ook in orde. Ja, sorry, maar dat is toch een absurde situatie. Wat daar gebeurd is. Op 15 kilometer. Het, het, het is absurd omdat het natuurlijk nu heel dichtbij komt. En het komt nu in de scope van de Formule 1. Uh, het gebeurt natuurlijk al jaren. Dat is, dat is geen argument. Nee, maar ik bedoel het, het absurd. Het feit dat het zo dichtbij ge gebeurt. Dat de kans is. En dat ze dan gewoon nog zeggen. Ja. Oh nee, we gaan gewoon doorrijden. Ja, ja, er hangen natuurlijk heel veel politieke belangen aan vast. Heel veel contracten. Uh, er zijn lange gesprekken commercieel geweest. Ook. Ja, commercieel. ik voilà, bedoel dat heeft een gigantische impact. Dus je zullen er lang over gepraat hebben. Ik bedoel, het is een hele brede ethische vraag die we ons moeten stellen, die de Formule 1 zich moet stellen, van, doe je zoiets? We zien denk ik de laatste jaren in topsoort overal dat er meer en meer in die richting wordt gegaan. Als het, dat het, over, ethiek, als het over ethiek gaat, dan kunnen voilà. we heel veel vragen stellen. Het is ja. in WK Qatar, eind dit jaar. We hebben ja. gereden in Saoedi-Arabië. Ik voilà. bedoel, het zou makkelijker zijn bijna als er een soort van humanitaire index wordt gebruikt, als... Um, um, als referentie om te kunnen zeggen, gaan we naar een land en niet het geld dat wordt gegeven. En als je kan zeggen, ja, er worden daar zoveel mensen vermoord door of de overheid of door oorlog of dit, dan gaan we niet. Maar natuurlijk, in een hele mooie wereld zou dat zo zijn, maar in zo'n wereld leven we niet. En de Formule 1 is, is, is een sport die natuurlijk voor een groot stuk ja, gerund wordt door groot geld, doorheen de geschiedenis en dat, dat nu helemaal zo gegroeid, dat is hun manier van business doen. Dus. Ja. Snap jullie de beslissingen? Snap jullie dat er effectief dat ze beslist hebben, we gaan door, puur persoonlijk. Ik weet we snappen het als het gaat over het financiële, als het mm. gaat over het, het logistieke, alles wat daarbij komt. Maar ja, als, maar als puur, piloten? Ja. Puur persoonlijk had iedereen moeten doen wat Ralf Schumacher gedaan heeft. Dat is maken dat je wegkomt. Maar al die andere factoren die je net opnoemt, die bepalen mee een persoonlijke reactie. Ja. Uh, die rijders die zo geknokt hebben om op dat niveau te staan, ja, die gaan niet naar huis als er morgen wel gereden wordt. Simpel is, dan ben je een zitje kwijt. kom je er ook nooit meer terug mm. in. Dus dan moet er een compromis zijn eigenlijk tussen de 20 piloten die alle 20 zeggen, we zijn weg. Ja, ja eh, anderzijds, ik denk dat we de vraag eerder moeten stellen, vinden we het correct dat Formule 1 er blijft? En niet zozeer de rijders mm. of de teams, bedoel, die hebben weinig keuze op dat moment. Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke nuance is. En om, om uit te leggen, denk ik het gevoel... Dat autosporters in de bredere zin zelfs soms hebben, omdat dat is zo'n moeilijke sport om überhaupt ergens te slagen, ergens geld te verdienen. Met alle respect voor andere sporten, waar je toch puur op talent veel niet gemakkelijker geraakt, maar je hebt meer kans om er te geraken. En als een voetballer één keer zegt, ik speel een match niet, dan heeft hij volgende week een aantal andere wedstrijden die misschien terug kan invullen. En Formule 1 zijn 23 races. Ja, er zijn maar een aantal piloten die mogen deelnemen. Ik vind het ergens... Logischer dat die kiezen inderdaad om, om hun leven en hun job niet op het spel te zetten en er toch te blijven. Om even mee te geven: dit weekend was er een voetballer die papa is geworden. Als morgen Max Verstappen een Grand Prix niet gaat rijden omdat hij papa wordt, of Lewis Hamilton dat, niet, of Leclerc, dan zal die de dus wedstrijd daarna wel terug in de auto zitten. Maar een jong talent dat opkomend is, die morgen die keuze maakt om die bevalling bij te wonen in plaats van een race te gaan rijden, dat was zijn laatste wedstrijd geweest. Ja ben ik absoluut 100% zeker van. Ja. Twee maten, veel gewichten. Ja, absoluut. <laughs> dat is een zware bevalling. Hoppa. kijk, je bent bijna aan het aantal. Jij bent. Nou, je zit aan het dan uh, het aantal van vorige week? Je hebt. Uh, even gas geven, dat is mooi. <laughs> uh, vorige week heeft uh, Massimo Butilieri hier mooi uitgelegd uh, wat purposing is. Ja. In uh, mensentaal, in lekentaal. En ik dacht van, ah, misschien is dat wel tof om dat wat door te trekken. Uh, ik heb zelf nooit gereest. Ik weet niet hoe een. Hoe je een motor uit elkaar of in elkaar moet houden, de technische kant. Dat is, ik hou van Formule 1 van autosport, maar die kant ben ik een leken. Dus leek het mij wel interessant om elke week zoiets eruit te pikken en dat wat uit te leggen in, in gewone mensentaal. Voor mensen die nooit echt in de autosportwereld gezeten hebben. En ik hoorde jou iets heel interessants zeggen dit weekend, Sam. Dat er heel clean gereden werd vooraan over Leclerc en Verstappen. Dat ze ja, clean reden en daardoor die banden echt spaarden. Nu, ik ben extra beginnen opletten om te proberen te zien. Hoe je dat ja. ziet. Ja, kijk, voor het ongetrainde oog is dat heel moeilijk. Net zoals jij misschien andere dingen in het basketbal minder zou zien. Als ik zou zeggen dat is daarom, dat dat voor jou minder zou opvallen. Ik ken er geen bal van. Nee. Oh, mooi. Ik ken er geen bal van. Uh, uh, maar hoe zie je dat? Hoe zie je dat iemand clean rijdt en dat hij effectief zijn banden spaart? Ja, ik wil serieus een beetje wel de uitleg van Mark ook horen. Want die, die zal er ook wel iets over kunnen zeggen. Maar uh, wat voor mij is het gewoon... Uh, ja, hoe zeg je? vaak zeggen we, je bent op je sokken aan het rijden, uh, je bent heel proper en heel doordacht aan het omgaan met elke input die je geeft aan de wagen. Hè. En daar heb je eigenlijk drie um, dingen waarmee je werkt. Het stuur, rempedaal, gaspedaal. En bij Max Verstappen zag je gewoon dat die niet te scherp stuurde, niet agressief stuurde om die band eigenlijk... Te, dat, om die zeker niet te misbruiken. Maar ook het gaspedaal, bij remmen zie je dat misschien iets minder goed. Uh, tijdens de race en tijdens een quali gaan ze natuurlijk wel heel ver. Maar zeker het gaspedaal, hoe, hoe rustig dat ze dat opbouwen om toch minder wheelspin te hebben enzovoorts. Dat is, vond ik, hoe je kan zien, ook in de snelle secties, hoe proper dat die reed, zo weinig mogelijk frictie veroorzaken op die wagen om één snel te blijven, maar toch ook die band niet te veel ja, op te warmen. En frictie is het juiste woord. Ik bedoel, als je straks frictie gaat, als je wrijving gaat creëren met die band op het asfalt, en dat is dan de stuurbeweging, hoe, hoe relaxer dat je dat doet, hoe, bij wijze van spreken, hoe meer dat je met twee vingers stuurt in plaats van bruske krachten te gebruiken op het stuurwiel, mm -hmm. uh, gaat helpen. Uh, wat gebeurt er als je meer frictie gaat geven, dan ga je meer temperatuur stoken in die banden, je gaat meer rubber verliezen, want je duwt het allemaal op de weg, hè, bij wijze van spreken, om het heel simpel uit te leggen. Maar anderzijds heb je dat ook aan de achterkant. Je kan dat doen met. De manier van gas geven, als je heel progressief op het gaspedaal gaat, dan ga je nog altijd een goede acceleratie hebben. Natuurlijk minder extreem dan wanneer je in één keer vol op het gas gaat. Maar je gaat dan ook weer aandrijving, achterbanden, wordt zodanig belast. En dan zie je bijvoorbeeld in die laatste paar ronden, wanneer ze in die laatste bocht echt snel genoeg willen accelereren om perfect die DRS te kunnen gebruiken, dan zag je op het einde van de wedstrijd dat die auto's allemaal in overstuur gingen, die achterkant ging verloren. En dat is het moment dat ze net die extra kracht op die achterwielen gaan duwen. En als je dat vijf ronden te vroeg gaat doen, ja, dan schiet er op het einde van de wedstrijd niks meer over van die banden. Dus in, in uithoudingsraces heb je dan nog meer. Ja. Hè, want dan kan je straks door, door progressief gas te geven of te coasten bij het remmen. Hè, door niet vol gas te blijven gaan tot de remzone en dan vol in de remmen. Maar iets vroeger al uit het gas te beginnen komen. Iets langer te wachten om dan minder brusk te remmen. <tus> dan ga je enerzijds. Excuseer, de, de banden minder gebruiken, je gaat minder van de remmen vragen en je gaat minder benzine verbruiken. Bijvoorbeeld, Le Mans is zo'n mooi voorbeeld. Het is een baan van 13 kilometer. En ik heb ooit ploegmaten gehad die, die er niet in slaagden om hetzelfde aantal ronden in één stint te rijden dan ik zelf. En dan hebben het in, in Le Mans gaat het dan over, hè, pak maar 13, 14 ronden. Hmm. En dat waren gewoon jongens die, die na 12 ronden moesten binnenkomen, terwijl wij er bijna 14 konden doen. Kwamen kwamen op 13 binnen om geen risico te nemen. Maar er zit gewoon heel, heel veel verschil in. En nogthans, zijn die rondetijden daarom niet extreem veel sneller. Hmm. En zeker niet als je het gemiddelde gaat pakken over een volledige stint. Dus zeker in een wedstrijd zoals gisteren, waar dat bandenmanagement heel belangrijk is, ja, dan moet je proberen zo lang mogelijk, zo clean mogelijk te rijden, zoals uh, Sam zoals het heeft uitgelegd. Dat klinkt heel gemakkelijk. Maar is dat ook gemakkelijk in de wagen om dat te doen? Want Zeker maar, als je aan het, als je, zoals het, de duel tussen de kleine verstappen, ja, je hmm. weet, kijk, ik moet die pakken, ik moet die inhalen. Dan is het toch niet evident in mijn ogen om die, die rust te bewaren? Maar het clean rijden is niet moeilijk, maar het clean snel rijden wel. Hè. Ik denk dat op een bepaald moment, als je leert om proper te rijden, dan is het natuurlijk wel de bedoeling om het in combinatie te doen met een redelijk goede rondetijd. En daar ligt de moeilijkheid van toch die efficiëntie te vinden. Van misschien iets meer te rollen in de bocht, iets vroeger van het rempedaal te komen, maar minder laat te remmen. Waar je dan ergens, ergens ga je onderhandelen tussen de elementen die je hebt uh, met de wagen en met het circuit. En probeer je ergens te winnen, ergens verlies je een beetje, maar je probeert ergens anders goed te maken om toch die ronde tijd, het gemiddelde, toch goed te houden. En dat is een kunst en dat hoort ook bij het totaalpakket van een piloot en dat is iets wat de toppers eh, vooraan heel goed kunnen. En... en welke piloten kunnen dat nu het beste in de Formule 1? Ja, Verstappen en Leclerc veronderstel ik dat erbij horen. Maar Perez is er ook heel goed in. Hè? Ja. Die, uh, die is altijd. BOTAS. Ja, BOTAS ook. Ja. Wat voor verschil maakt dat nu voor de banden? Hoe groot is het verschil tussen iemand die dat niet onder controle heeft en iemand die dat wel effectief goed kan? Dat is toch. Ja, dat is heel groot. Het kan een grote impact ja. hebben op de banden, uh, maar ook dat weer hangt af van weersomstandigheden, hangt af van type band. Maar mm. zet iedereen in gelijke omstandigheden op dezelfde moment in die auto, dan. dan... Ik denk dat een Bottas bijvoorbeeld het, het mooie voorbeeld is van, van clean rijden, van zuiver rijden, van niet te veel te vragen van het materiaal. En ik denk als het straks op de agressievere manier aankomt om dat laatste tiende eruit te halen, dan gaat dat misschien een, een, een Russell of een Hamilton of een Verstappen dat wel kunnen, misschien Bottas niet meer. Ja. Maar ik denk dat hij gewoon over een totale stint, over het volledige pakket, ja, vind, ik hem, vind ik hem daar heel goed in. Ja. Hm. Oké, okay, interessant. Tegen de volgende aflevering zal ik iets nieuws zoeken, dat is over twee weken. Ik zal nog snel een voorbeeld geven. Ja, graag. Ik heb vorige week hè, zelf een test gedaan in Zolder. Hè, met een jonge rijder, 18 jaar, Michiel Lavrans, begint nog maar pas. Mm. Rijdt ext extreem scherpe rondetijden. Hij rijdt sneller dan ik in die Porsche op Zolder, ondanks dat hij die ervaring niet heeft. We hebben vandaag nog een analyse doorgestuurd naar hem. Als hij op die manier gaat rijden en een volledige stint moet gaan afwerken in een endurancewedstrijd, dan gaan we het niet redden, dan gaan we mm -hmm. niet winnen, want hij vraagt te veel van het materiaal. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Want dat is een rijder die de kwaliteit heeft om, om ronde tijden neer te zetten. En het is aan ons nu om die ervaring te geven en, en hem bij te brengen bij het dat hij dat schouden. op een andere manier kan. Hm. Maar dat is een mooi voorbeeld ervan. Dat is toch echt opnieuw leren rijden dan bijna? Misschien overdreven nee, gezegd, nee. maar je moet toch... Dat is een andere Dat, dat, is, andere een andere dat, is, daarom. dat is een andere klik die je moet krijgen. Ja. Dat bedoel ik met maar anders dat is leren makkelijker leren rijden. dan andersom. Ja. <laughs> dat is makkelijker dan andersom. Want als je morgen moet zeggen, nu moet je... Tandje bijsteken om iets extremers te gaan doen. Hij is de man die moet kwalifieren straks. Ik zal degene zijn die de lange stint. Het is moet gemakkelijker rijden, iemand terug, ja. om iemand wat in te houden dan, dan, dan iemand Absoluut. te pushen. Absoluut. Mm. En het ook kunnen laten, laten inzien. Hè. Maar daarvoor hebben we data, daarvoor hebben we videobeelden. We hebben, mm. we hebben al de materialen om een rijer op die manier bij te sturen. Maar er zitten gigantische veel verschillen in. Oké, okay. heel interessant. Je bent uh... ben mee. Ik ben mee. Ja, kijk mannen, jullie zijn de experts. Hè? Ik zit hier maar wat vragen te stellen. Ja, tuurlijk. En, uh, om je woordmopjes op te maken. Dat, dat is het enige wat je aan het doen bent. Dat is het enige wat ik aan doet, ja, het doen ben. Gewoon aan het welke, welke woordmapjes, eh, hoeveel woordmopjes je al gemaakt hebt. Ja. Zodat we op het einde een uh, overzicht kunnen maken. Vandaag zit je aan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorige week ook. De weken ervoor aan, aan 7. Dus kijk. Het is zo'n rustig beginnen, Het zijn nieuwe regels. Ook voor mij. Dus, uh... Het is voor iedereen wat aanpassen. Nu heb ik twee weken voor analyse en verder. Het is voor hè? iedereen wat aanpassen. Ja, en voor sommige mensen is het ook nog altijd aanpassen hoe de Formule 1 precies in elkaar zit. <laughs> ook gelezen op heel wat sociale media Weer, um, en in heel wat kranten ook. Dat het nog altijd blijkbaar onbegrijpelijk is dat die safety car voor bepaalde dingen. Bepaalde, um, ja, dat hij bepaalde gevolgen heeft. Dat de beste piloot niet altijd wint, dat het de mm. beste wagen is. Maar ja, als we gewoon kijken naar wat er gebeurd is, de beste wagen, de beste piloot moet daar ook mee kunnen winnen. Bottas heeft nooit kunnen winnen, echt kunnen winnen met die Mercedes. Uh, Perez heeft niet kunnen winnen met de Red Bull vorig jaar. Hmm. Uh, Barry destijds heeft niet kunnen winnen met de, met de Ferrari. En ga zo maar door. Nou, nou, het is een gigantisch teamwork, hè, die sport. En dat vind ik ook zo mooi, want mensen zouden dat kunnen... Gaan labelen als uh, spijtig, het is geen sport, want uh, het moet enkel afhangen van degene die in de cockpit zit. Nee, het is niet zo'n complex en interessant uh, sport, omdat het om veel meer dingen gaat dan enkel de rijder. Hè. Het gaat om het samenspel tussen auto, rijder die proberen samen te smelten tot één, en het team die daar nou eens tussen komt met de juiste input. En voordat die wagen er, ene, er zelf staat, heeft het team op basis van een aantal regels een wagen moeten bouwen. Dus dat is ook sport, dat is ook samenspel. Dus ja, je kent het label, als er u weinig van kind, als geen sport. Maar het is net een heel, heel doordachte, heel diepgaande sport. En ik snap wel dat, dat een aantal mensen nu door de hype van de Formule 1 het leren kennen van bovenaf, van op de oppervlakte eigenlijk. Maar als je dan iets dieper durft en wilt kijken en een beetje research doet, dan weet je dat die sport zo werkt en dat dat net het mooie ervan is. Van de safety car, ja, dat hoort er eenmaal bij. En het is inderdaad, het is niet, als je het bekijkt, is het niet eerlijk dat de verschillen wegvallen. Maar heel graag ook oproep aan mensen die luisteren of kijken: geef ons een betere oplossing. Want wij willen het graag ook weten. Hoe kan je het oplossen? In plaats van een card te gebruiken. Er zijn in, geen opties, denk ik. Inderdaad, daarom te beginnen. En er zijn regels. En in elke sport zijn er regels en, mm. en die moet je volgen. Voilà. Uh, hoe, hoe dat zo komt schrijven ja. zijn, die teams passen het toe. Dus, dus de, m, er is geen discussie mogelijk, nee. denk ik, op dat vlak. Oké, okay. uh, Sam, speel jij nu voor de Heibels of is het Moer? Beste ma, als, uh, als tennis. Oké, okay, beste okay. Alleen mensen uit kaland uit gaan dit snappen. Dat is even heel, heel erg. Oké, okay, dus. goed. Uh, over twee weken is er een uh, nieuwe grote prijs, die van Australië. We gaan eindelijk terug naar Melbourne. Ik Leuk. ben daar heel enthousiast over, eerlijk gezegd, dat we daar terug naartoe gaan. Niet per se voor het circuit, maar alles. Daar is oh nee, al zoveel het is, beleving Het is de vibe, het, is, het, is de, de, ja, het hele pakket, heel hele entourage. Dus, uh, Ah, absoluut. Uh, iedereen zou tevreden moeten zijn dat het circuit, dat het circuit terug in de kalender uh, is opgenomen. Mm. Ja. Oké, okay, wat krijgen we daar? Ferrari, Red Bull, de revival van Mercedes. Wat um, wordt het? Ik denk Mercedes nog niet. Nee. Uh, niet in Melbourne. Uh, ik denk dat, dat we ja, nog een paar Grand Prix extra moeten wachten, maar het zal absoluut teruggaan tussen, tussen Ferrari en, uh, en Red Bull. Oké, okay. goed. Jij ja. bent het erbij eens? Absoluut. Ik zie je gewoon knikken. Het zijn mensen die ook alleen luisteren. Hè Sam Dus je ziet jou niet knikken. ah Sorry, sorry. Ja, dus, uh, ik was aan het knikken al vijf minuten, maar uh, dat klopt wat Merk zegt. Uh, ik denk dat er, we hebben nu gezien die twee teams, die, die, die zijn duidelijk vooraan, uh, een duidelijk verschil tussen de rest en hen. Dus dat zal nu al zo blijven. En zoals gezegd, twee weken om te analyseren. Dus misschien hier en daar een kleine verrassing, hopelijk wel. Oké, okay, mannen, dikke merci om erbij te zijn vandaag, Mark. Merci om naar hier te komen. Graag uh, Over twee weken is er de Grote Prijs van Australië. Die kan u live volgen op Play Sports. Dat is allemaal heel vroeg. Uh, maar dat is een moeite om naar te kijken, natuurlijk. En uh, wij zijn er dan ook weer bij. En de paddock is er volgende week niet, want wij zijn er enkel na een grote prijs. Maar dus over twee weken zijn wij er opnieuw op maandag voor. Uh, de nabespreking van de Grote Prijs van Australië. En uh, opnieuw wat uh, lekendaal. We zullen het zomaar noemen. Goed. Iedereen bedankt om te kijken, <laughs> of om te luisteren. Of om allebei te doen. En graag tot over twee weken. Salut!